heeft Annie in haar handen. We willen het graag aanbieden aan de huidige voorzitter. Maar voor ik dat doe, een extra woord van dank aan commissielid Annie. Annie die samen met Douwe voor ons onbetaalbaar werk heeft verricht. Wat Annie voor de uitgave van dit boek heeft betekend, is met geen pen te beschrijven. Aan haar komt de eer toe in het zonnetje te worden gezet. Als mantelzorger van res was zij ongekend. Hey! Okay. Met z'n vieren om dat samen te stellen. Het is een prachtproduct. En een grote steun van Johan Dijkstra erbij. Nou, dat was grandioos. We hebben een hartstikke fijn team. Hele mooie afsluiting. En dan zo'n speciaal moment ook nog worden ontvangen. Ja, ja, dat had ik niet verwacht natuurlijk. Ik kreeg het een warm meer, van. Meer dan verdiend, meer dan verdiend. Hartstikke fijn. Hoeveel uren hebben we er ongeveer ingezeten? Wat zeg je? Hoeveel uren hebben we er ongeveer ingezeten? Zal we de uren maar niet tellen? Nee, het zijn heel veel. Ja, ja. Maar we hebben de hulp gehad van vier typisten. Anders hadden we het nooit. Want je moest, het was niet digitaal, dus je moest alles uittypen. Ja, dus het was heel, heel veel werk. Wat betekent dat weekend voor u? Met tranen en lach. Ja, 55 jaar vrijwilligers sluiten we af. Dus. Maar ik hoop dat het de jeugd een mooie plek krijgt in SC Bolzert. En dat we weer heel goed verder gaan. Ga je het missen? Ik ga het zeker missen. Ja, ja zeker. Ja, het blauw-witte missen we. Dus, maar in het niet. We gaan voor de toekomst. Ja hoor, zeker weten.